voor eens met een nieuwe video. En vandaag weer wat Minecraft nieuws. En waarom zeg ik Minecraft nieuws? Wel, het is wel nieuws, want je ziet hier mijn gloednieuwe skin. Tada! Met AF van voor zo'n jeans, broek zo en zo schoentjes met veters en zo. En ja, zo blauwe armbandjes, een rode trui, een headset met Mike, mijn haargoed en zo. Ja, ik vind dit zeker wel een coole skin. Dus laten we hem eerst en vooral, voordat ik begin met uitleg, even goed bekijken. Van achter heb je hier zo'n creeperface op de achterkant. En ik heb ook een kapje, zoals jullie zien. En een koptelefoon. En die bruine strepen zijn bretellen. Dat moet een bretellen voorstellen. En ja, ik vind hem zeker geslaagd, mijn nieuwe skin. Ik vind hem zeer mooi. En dan van voor, hebben jullie al gezien zo. Met de riem ook, met het houden dingetje. En we bekijken hem dan even van de zijkant zo. Dan heb je daar zijn beat. En zijn kap die je een beetje ziet. En hier met zijn mic een beetje. Ja, dat zie je. Dus, kijk, en het handje is ook erg mooi als je dat zo bekijkt. Wow, wow, what the fuck. Het is er gebeurd. Spike. Spike, het is jouw schuld. Wow, fuck. Oké, hij had me zo van de wereld. Oké, dus mijn hand staat nu wat verkeerd, maar zo zien jullie het toch goed. Dus ja, ik heb dit veel dat mijn hand verkeerd staat. Maar het is zo wat, ja, het vel dat je ziet van het ventje met het blauwe en het rode van zijn sweater. Zeer nice. Hier zie je nog eens de skin. En ik wil een shout-out doen naar iemand. Ik wil een shout-out doen naar Lucas, een goede vriend van mij. Hij heeft deze skin ontworpen. Ik heb gezegd hoe ik het... Wow, dat het eruit zag en dat heeft hij dan voor mij gedaan. Ik ben hem zeer dankbaar, dus daarom een shout-out naar Lucas van de Wallen. Bedankt en ja, ik vind het echt een zeer mooie skin. Deze gebruik ik ja, voor een lange tijd, gebruik ik waarschijnlijk al voor altijd. Tenzij ik een eigen custom update skin doe, maar dat is niet voor de eerste dagen of zo. Voor de eerste maanden, ook niet. Ik denk dat ik er gewoon heel lang mee doe. Dus bedankt voor de maker en ja, hopelijk vinden jullie deze skin ook mooi. Hij heeft hem gemaakt met de Minecraft Skin Editor. Een goed programmaatje, maar ik ja, kan niet zo goed overweg met zo'n skin editor. En ja, hij heeft het dan voor mij gedaan. Dus grote dank u. Hopelijk vinden jullie deze skin ook mooi. En ik zie jullie op mijn volgende video. Adios en bedankt voor het kijken.